Wie is de Mol Recap? Aflevering 3. Aflevering 3, het was begonnen, maar er heeft nog niemand gewonnen. Huh? Nog 8 kandidaten over, dus er valt nog veel te roven. De zoektocht naar de mol... Een kwad was er beschikbaar, maar Aniek was hiermee niet betrouwbaar. De tijd stond op de klok, dus wat een grote gok. Knoppen moesten ingedrukt worden, dat is gelukt zoals het eindproduct toonde. De volle map verdiend, dat komt niet door Anke haar vriend. Een bondje met Daniel, eigenlijk vanaf begin af aan... Een paar kandidaten kwamen samen en beste vrienden dat ze waren. Aniek verdenkt Nabil niet, maar Snoei die snapt het niet. Wow. Toen kwamen de jokers, die niet bestemd waren voor de stokers. Jur en Niek deden het goed, daarom viel bij iedereen alles in de soep. 0 euro voor de hetzelfde. Woorden als Peking Eend waren zeker niet geleend. Model is een anagram voor mol, wat een enthousiasme lol. Toen nog opdracht 3, een schip voerde hier. Breek de ijsklompen samen en zoek een kistje in de kamers met de namen. Nabil liep langs een kistje heen en Daniel vond hem meteen. Erg gekke actie weer en jokers waren zeker ook weer. Zonder twijfel, van harte gefeliciteerd. 2000 euro niet in de pot, wat rot voor de rest van het krot. Sander moest helaas gaan, hij had voor de jokers moeten staan.